Dag Chris, het is duidelijk dat het coronavirus nog niet helemaal verslagen is. We zien in verschillende landen, waaronder ook België, dat er nieuwe lockdownmaatregelen worden uitgevaardigd. Maar hoe gaat het intussen eigenlijk met de economie en hoe vertalen die economische tendensen zich op de beurs? Laten we dat vandaag eens in detail bekijken. Om te beginnen, als we kijken naar de economie wereldwijd, hoe is het er eigenlijk mee gesteld? Ja, er is een enorm divers palet van economische situaties vandaag de dag. Wat we duidelijk zien is dat landen die zeer drastisch hebben ingegrepen en enorm stringente aanpak hebben gehad, zoals in Azië, vooral China bijvoorbeeld, zie je eigenlijk dat zij vandaag op het niveau of zelfs hoger dan het niveau van voor de pandemie zitten. Als we kijken naar de westerse wereld, daar is het een beetje een diffuus plaatje. Daar heb je enerzijds Amerika, die inderdaad wel de economie iets meer heeft proberen open te houden, met meer slachtoffers misschien. Maar als je nu kijkt naar de vaccinaties, die gaan zo snel dat ze weer naar een geleidelijke heropening aan het gaan gaan zijn. Europa daarentegen heeft weer een iets ander beeld. De UK loopt wat voorop dankzij meer vaccinaties. Continentale Europa helaas ligt wat achter en dat weerspiegelt zich ook in een economie die nog altijd niet op het niveau zit van voorheen met ook nog bepaalde lockdowns in bepaalde regio's zoals ook vandaag ook in België merken uiteraard. We hebben het vorige keer al over de tendensen op de beurs gehad. Toen hebben we gezien dat er stijgende rentevoeten zijn die een impact kunnen hebben. Een andere trend op de beurs is de toenemende sectorrotatie. Hoe is die te verklaren eigenlijk? Ja, wat we klassiek zien in deze economische situatie is dat een economie die aantrekt, gaat er eigenlijk voor zorgen dat als risico daarvan natuurlijk de interestvoeten wat omhoog gaan. Dat heeft, zoals we vorige keer besproken hebben, de technologiesector bijvoorbeeld wat aangepakt. Anderzijds zien we natuurlijk dat ja, de bedrijven die net profiteren van die sterke economische groei hier ook volop gaan rijden. En dus dat is wat we zien. Cyclische bedrijven hebben eigenlijk sinds de dip een enorme stijging toch wel gekend. Zeker sinds het laatste kwartaal van vorig jaar. En die gaat vandaag nog steeds verder, die tendens. Ja Chris, laat ons die cyclische sectoren eens van nabij gaan bekijken. Om te beginnen de grondstoffensector bijvoorbeeld. Welke spelers zijn daar aan de winnende hand? Ja, als we kijken naar de grondstoffen zijn we bij het begin van de cyclus natuurlijk. Je hebt eerst raw materials nodig om een product, afgewerkt product, te kunnen gaan maken. En wat we daar natuurlijk zien door de enorme vraag van de voorraad die terug moeten aangevuld worden en de stijgende vraag in de meeste economieën toch wel, zien we dat grondstofspelers zoals een Aperam, zoals een ArcelorMittal, maar ook een Umicore en een Solvay daar toch wel duidelijk van kunnen profiteren vandaag. Met welke andere fenomenen gaan er dan gepaard met zo'n economische heropleving? Ja, Als die heropleving natuurlijk komt vanuit een economie in lockdown naar opeens een plotse heropening, zien we natuurlijk dat al die producten zeer snel moeten aangesleept worden op een moment dat eigenlijk de hele logistieke keten nog niet optimaal is. Dus we zien bij transportbedrijven, of dit nu gaat van bulk of tankers en noem maar op, dat we daar een enorme vraag zien. Ook bijvoorbeeld papier, karton om alles te verpakken en te verslepen, daar zien we enorme prijsstijgingen en enorme wachttijden. Zoals ook onlangs natuurlijk het Suezkanaal, die geblokkeerd is door één containership, zien we direct dat olieprijzen 6% en stijgen puur door zo'n fenomeen. En dan moeten we uiteraard ook eens spreken over de industrie. En Chris, hoe vergaat het de industrie? Ja, de industrie natuurlijk heeft eerst in die lockdown zeer sterk afgezien. Ze hebben natuurlijk op dat als reactie Kostbesparingen gedaan, herstructureringen gedaan, voorraden afgebouwd. Wat zien we vandaag? De eindklant vraagt hun product, die voorraden zijn laag, prijzen stijgen natuurlijk. En door die kostendaling gaan we bij hen niet alleen een omzetstijging zien, maar er is dus ook een sterke toename van de marge. En daar kun je toch wel bepaalde spelers zien, lokaal bijvoorbeeld denk ik aan een B-kaart, die er enorm van kunnen profiteren door die heroplevende vraag en die pricing power die ze vandaag toch wel zouden mogen hebben. Dat lijkt allemaal positief nieuws te zijn. Zijn er dan geen bedrijven waar het herstel wat op zich laat wachten? Ja, je moet goed opletten sector per sector. Als we bijvoorbeeld dieper ingaan op een tankersector, wat zien we daar? Is dat natuurlijk, enerzijds, zeer veel aanbieders van schepen eigenlijk uh, niet meer hun schepen hebben uit de vaart genomen, omdat ze heel veel vraag verwachten. Het gevolg is dat het aantal schepen dat nog steeds rondvaart eigenlijk hoger is dan verwacht. Gecombineerd met de OPEC, die toch beslist heeft om eigenlijk zijn productie te beperken, dus minder schepen nodig, zorgt eigenlijk voor enorm zwakke tarieven en zien we bijvoorbeeld in dit segment nog altijd geen heropleving van de tarieven en dus ook niet van de aandelenkoersen. Chris, deze rally is nu al een tijdje aan de gang, is het einde eigenlijk al in zicht? Als we kijken naar deze rally inderdaad, die is in Q4 ongeveer begonnen, is vandaag ook nog verder aan het gaan. En we zien inderdaad dat een groot stuk van de heropleving reeds in de koersen vervat zit. Natuurlijk, wat we vandaag nog niet in die koersen zien, is eigenlijk een niveau van de economie die, die gaat naar niveaus pre-COVID over al de regio's wereldwijd. Dus als we puur dan kijken naar waardering, en waar de, de marges vandaag staan, zien we toch wel dat er nog wat potentieel is. Maar natuurlijk, zoals je zelf ook gemerkt hebt de laatste weken, volatiliteit neemt toe, economische onzekerheid neemt wat toe, vaccinaties zijn wat trager dan verwacht. Dus het kan nog wel eens een hobbelig parcours worden op korte termijn. Chris Kippers, bedankt. Tot de volgende keer. Graag gedaan.